Ik ben Chris van der Zanden, commercieel fotograaf, maar als thuisbasis Antwerpen. Vandaag zijn we hier op locatie in the middle of nowhere en straks het Boekenbergpark voor de gloednieuwe Sigma FPL uit te testen in een avontuurlijke shoot. De nieuwe FP met zijn gigantische 61 megapixel resolutie is een ideale camera voor zowel portretten als landschappen in details met een soort intimiteit vast te kunnen leggen. Qua uiterlijk is de camera hetzelfde als zijn voorganger, wat zorgt dat elk accessoire van de FP ook op de FPL kan gebruikt worden. Wat zorgt voor een sterk platform voor creativiteit als het nu gaat over fotografie, cine of cinemagraphs. Ook een sterke verbetering is de autofocus, sneller en beter in moeilijke lichtsituaties. Ook gloednieuw en misschien mijn favoriete toevoeging is de externe viewfinder. Met de EVF 11 en een extra grip kan de camera perfect zwaardere lenzen aan zonder zijn balans te verliezen. Hoewel beide FP's perfect switchen tussen foto en cine, is het voor mij nu nog makkelijker. Mijn FP zit standaard in een cinemarig, terwijl de FPL mijn go-to camera is voor dagelijks gebruik. Je kan alle foto's en ervaringen over de FPL en deze shoot vinden op sigmabenelux.com.